Hey kijkers van Dus David Games en welkom in het Noordpark. Noordpark, zoals het heet. Je kent het aan de groene koepel en het was eerder... Ik zal inderdaad de chat even uitzetten. Het was eerder eigenlijk de spawn voor het blauwe team. Nou, die spawn is weg, want de spawn zit allemaal in het zuiden. En dit ligt dus compleet in het noorden. En hier stond eerder een gebouwtje. Nou, daar konden wij niet zo heel veel mee. Hier is de arena, daar komt ook nog eens een goede spotlight over. En wij hebben hier dus ook een epic dungeon neergezet. En ik dacht, ik ga jullie er gewoon wat meer over vertellen. Hij heet de Tree of Seasons. En het is een verschrikkelijk hoge boom. Gemaakt door Multikill NL, dezelfde als de Dark Tower. Die jongen die is gewoon hartstikke goed bezig. En ik heb hem nog nooit geprobeerd. Het is serieus de eerste keer dat ik er ben. Dus ik heb wat butters meegenomen. Omdat ik... Aha. Oké, jump. Ik heb geen flauw idee hoe moeilijk hij die shit maakt. Wow. Meen je deze? Zo. Oké. Wat? Moet ik serieus daar naartoe kunnen? Wow. Oké. Wat? Oh, ik kan het. Het scheelt niks. Fucking hell. Dat is nou al... Ik vind nou... Ik vind nou al moeilijk. Oké, ik ga er gewoon doorheen. Jump mappen en ik, jongen. Ik hou er niet van. Oh, en dan ben je boven. En heb je nog een button nodig. Nou, dan gaan we even kijkje nemen. Oh, kijkje nemen, ja. Wat? Excuse me? Dit kun je toch never nooit halen, dit? Of wel? Oh, jezus. Het lukt ook nog. Oké. Okay. Ja, en dan? Misschien dat ik het gewoon niet zo goed snap hoor, maar... Moet ik zo? Wat? Oh, je kan erop staan. En hoe moet je dan daar... Hoe moet je dan hierop komen? Oké, ik ben echt heel slecht. Oh zo. Het is wel een heel parcours. Godverdomme, nog zo'n deur. Oké. Laten we het anders doen. Ik zal even de buttons weghalen trouwens. Wel zo netjes. Laten we het zo zeggen. Wil jij heel graag... de loot uit deze chests... Waar de fuck zat dat ding? Oh hier. Wil je heel graag de loot uit deze chests hebben? Dan neem maar buttons mee. Dat lijkt mij een verstandig besluit. Ik dacht ik kan het wel even, maar ik ben hier zo slecht in, jongens. Dit is dus de Tree of Seasons. En ook dit is een plek waar jij een belachelijk hoge kans op iron hebt. En natuurlijk een kans op een diamond zwaard. Eigenlijk het beste en het zeldzaamste item. Maar zoals je zag, ik ben er redelijk slecht in. Hier zal de epic chest spawnen ook trouwens. Misschien halverwege nog even iets of zo. Geen flauw idee. Ja, oh en daar zijn we bezig met de legerbasis zie ik al. Oké, dat ziet er goed voor World Edit uit. Prachtig. Oké, Tree of Life jongens. Epic chest. Ik zou zeggen, ga ervoor. En dank voor het kijken naar Dus David Games. Voor meer informatie over Manticore. Abonneer eventjes en check ook het kanaal van Pieter, Chunk Games. Doe een like op deze video, favorieten, deel met iedereen die van magieachtige projecten houdt. Want het duurt niet lang meer en de server is live jongens. Meerdere servers, meerdere moeilijkheidsgraden. Kan safe houses kun je halen, je kan premium membership halen zodat je je eigen spawn kan bepalen. Allemaal super makkelijk. Teams kun je aanmaken. Er komen nog special events aan, een soort toernooien. Och joh, het houdt niet op. Hé, waar is mijn boom? Oh, daar. Oké, dat was hem.